Papa. Mama. Ik heb het gedaan. Ik beken. Ik ben schuldig. Ik heb gevochten. Ik heb met mijn leven gevochten. Gevochten tegen alles wat ik haat. Nu ben ik moe. Moe van het vechten. Moe van het haten. Ik eet mijn eten. Ik vertel jullie mijn verhaal. Dan is het voorbij. Hier. De voorstelling gaat niet over het herstel. Het gaat over de ziekte. Het gaat over het verlangen naar rust en naar licht en naar zinken, wegzinken. Mag ik mijn lichaam neerleggen hier op de aarde? Ja. Dat verlangen is zo ongelooflijk groot en dat wordt maar opgebouwd en opgebouwd. En iemand die het in het begin uitschreeuwt en op het einde bidt bijna. Wat het precies is in de voorstelling, ja, dat is tweeledig. En dat de keuze is aan jou om daar wat mee te doen. Ik doe het mijne ermee. En ben hulp gaan zoeken. Want daar komt het op neer. Mensen, als je problemen hebt, hulp zoeken. Doe die alleen. Maar het is heel dringend. Het is... op het einde, je kan het ook heel erg vergelijken met bidden. Geef mij het licht, alstublieft. Ik ben helemaal niks. Ik ben ook nooit iets geweest. Zal ook nooit meer iets worden. En straks, dan ben ik weg. Wat de artsen en rechters daar ook van mogen vinden, dit bepaal ik zelf. Met mijzelf, met mijn zijn, mijn ik. Eten. Ik eet, dus ik besta. Ik moet even iets eten. Even een tussendoortje, iets pizzabroodje of iets. Ik kan een kroketje, ik kan het best even een kroketje. Even een zakje friet. Een paar zakjes friet. Een paar kroketjes, kaas soufflé, berenklauw met pindasaus, ken je dat? Ik kan ook heel goed ballen gehakt draaien, iets pindasaus. Ik moet. Wij maken ons heel veel zorgen, we maken heel veel plannen, we zijn heel erg bang over alles. En dat zijn allemaal maar begrippen, omdat we niet kunnen zijn. Omdat we even niet kunnen stoppen met denken. Het lijkt mij heerlijk als ze de vanzelfsprekendheid van de kindertijd, waar iedereen naar terug verlangt, waarin je veel minder, je dacht misschien wel dingen, maar je niet die zware verantwoordelijkheden en die geordende gedachten, maar gewoon het letterlijk zijn in waar je bent. Gewoon even lekker zitten. Mensen zien ook niks meer als je in een parkje gaat zitten. Dat hoofd zit vol met dingen. Mensen leven niet in het nu, maar in gedachten en strijden met elkaar over die gedachten, doen daar wedstrijden in wie er wint. Het gaat nog niet eens om wie het beste gedacht heeft, maar wie er wint, wie het meest gewicht heeft. Ik snap al dat niet zo goed is en dat onze maatschappij qua waarden, hè, dan heb je het over geld, maar ook over een aantal gedachten niet zo rijk is, niet zo waarde. We moeten andere waardes krijgen. De mensheid lijdt aan een collectieve geestesziekte. We noemen het denken en we zien niet in dat het een ziekte is. En dat is een van de ernstigste symptomen ervan. We zien niet dat we ziek zijn. Sterker nog, hoe meer wij denken, hoe slimmer wij onszelf vinden. En hoe slimmer wij onszelf vinden, hoe belangrijker wij ons voelen. En hoe belangrijker wij ons voelen, hoe meer wij denken te zijn. Maar wij denken dat we zijn. Maar we zijn niet. We denken alleen maar, zonder dat we zijn. We denken, dus we zijn niet. Fuck cogito ergo sum. Fuck ik denk dus ik besta. Fuck de kak, fuck rationalisme. Fuck it. Denken gaat nooit over het huidige moment. Denken gaat altijd over de toekomst of over het verleden. Met ons denken ontkennen wij het huidige moment. Wij slaan een gat
tussen daar waar we zijn en daar waar we willen zijn. En door deze discrepantie voelen wij ons angstig, rusteloos, nerveus. De mensheid lijkt al een collectieve geestesziekte, een waanzin. We noemen het denken en we doen net alsof het onze redding is. Wat sta ik aan te praten? Het lijkt mij al, laat me met rust. Laat me met rust, alles wat ik wil is rust. Laat me met rust. Ja, ja. Ik ben atheïst. Maar in mijn herstelprogramma komt voor dat je het in een hogere macht moet geloven. En dat had ik niet. En er zijn een of andere punken tegen me. Why don't you just add another O in God? In good, I mean good. Ja, ik ben in goed. En als sommige mensen dat vertalen met God, vind ik het best. Ik heb niks met de kerk en dat soort dingen. Het zijn ook allemaal dingen die in de voorstelling zitten. En die af en toe lijken op godsdienstwaanzin. Maar ik geloof in de liefde. Ons wezen is niet ons fysieke lichaam. Wij zijn inwoners. Tijdelijke inwoners. En de dood is dus. Het einde van ons fysieke lichaam. En dus is de dood het begin van de rest. En niet het einde van alles. Maar ja, dan zeg ik toch niks nieuws. God zit in jullie. En jullie zitten in God. En zo is het. En zo zal het altijd zijn. En ik begrijp dat wel. Ook al ben ik volgens jullie bezeten door de duivel. Of de duivelse krachten. Ja, het zal allemaal wel. En je moet maar van me vinden wat je van me vindt. Maar ik zeg je, wij zijn in God. En God is in ons. Begrijp je de diepgang van die zin? Zet nog heel even je vooroordelen over het wezen van God opzij. En dus moet je er af en toe over denken. En over praten en over wat is dan, wanneer is mijn wil vrij? Het is heel goed om daarover te denken en daar niet te dogmatisch in te zijn. Want dan kom je vaak tot verrassende dingen. Maar dat is iets waar ik, die strijd heb ik nog. Want ik moet eten. En die strijd ben ik nog heel erg aan het voeren. En al 2 jaar, dat is niet makkelijk. En dan krijg ik hulp van therapeuten bij en noem maar op. En ik word een pootje gelicht dat ik denk dat ik honger heb, maar ik heb geen honger. Maar dan is er hier iets aan de hand met mij, hier. En dat denk ik honger, want het zit hier, het zit vlak bij mijn buik. Dit ben ik, deze peks, deze volgevreten peks, dit volgevreten lichaam moet eten, niet weten, vreten, morgen op een paling. Waarom heeft er niemand een gedachte om een paling mee te nemen? Waarom moet ik godverdomme overal zelf aan denken? Wat is dit voor een klote zon? Je ziet nog dat dit een begrafenis is. En dat iedereen het kan om te condoleren. En iedereen is in het zwart. Godverdomme, wie is dat blind of zo? Moet ik alles zelf doen hier? Iets meenemen? Mokoppen of iets eten? Papa, mama, ik ben dit niet. Ben ik jullie kleine jongen nog? Ik ben dit niet. Nou ja, je moet mensen, je snapt waarom je naar de sportschool moet. Om je lichaam te onderhouden. En de rol van de kunst is niet zozeer het lichaam, maar meer. Het is net als een boek lezen. Het is niet zozeer de gedachten, maar het is toch het. Het gezond houden van je hoofd en van je hart, van je ziel. Ik zou mezelf dood kunnen eten, maar dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon eten, rustig, in stilte. Niet snuiven, niet drinken, niet praten, koken, eten. En dan schiet ik mezelf uit mijn fysieke lichaam, dan schiet ik mezelf vrij.